Korshel, een van de initiatiefnemers van de Maashorst Band. Cor, zijn er niet genoeg bands in de Maashorst? Nou, of er genoeg bands zijn in het hele Maashorstgebied, het wordt steeds minder. Ieder jaar vallen er wel clubjes uit elkaar, stoppen er clubjes. En wat het mooie is van deze band, die komen uit het complete Maashorstgebied, maar ook de nieuwe Maashorstgemeente en alles eromheen. Dat is eigenlijk het mooie. En zo'n band hebben we nog volgens mij niet in het hele Maashorstgebied. Oké, ik lees ook op internet dat ze vernieuwend zijn. Wat betekent vernieuwend, Cor? Ja, waar ons doel ligt is dat wij dadelijk willen proberen binnen het orkest, qua muziek, tussen carnaval en big band muziek qua repertoire uit te komen. En er zijn niet heel veel clubs die dat allemaal hebben, dus dat is al een vernieuwend iets. Maar wat we ook nog gaan proberen binnen de club, en dat is een doel dat we in een later plan, maar we zijn er al een beetje mee gestart. We hebben een basgitarist, we hebben een drummer die ook kan zingen. En wat we uiteindelijk willen proberen om te kijken, dat we binnen die groep een klein combo kunnen maken. Dus dat we als groep, totaalgroep, dadelijk muziek kunnen maken, maar ook in een kleinere setting muziek kunnen maken. Dus waardoor we ook weer andere soorten muziek nog extra kunnen maken. Dat is eigenlijk uiteindelijk het doel wat we er ook in willen proberen te verwerken. In ieder geval, ik wens jou met jouw hele club enorm veel succes, maar vooral heel veel plezier. Dankjewel, Cor. Ja, dankjewel. De plezier, dat is ook het belangrijkste wat wij willen uiten. En de plezier hopen wij ook gewoon uit te kunnen brengen naar het publiek, want daar is het uiteindelijk om begonnen. Dankjewel.